Dag Rob, welkom terug. Rob, ben je er? Ja, concentreren. Ja, ja. Ben je nerveus, Rob? Nee, zo wel. Ja? Heb je je voorbereid, Rob? Eigenlijk zeer weinig. Nee. Zeer weinig. Zo een beetje zitten surfen. Ja. Maar dan kan ik goed tegen de warmte. Dan dat zeewater, dat begint te prikken aan een tijd. En dan ben ik teruggekomen naar België en dan heb ik gezegd, gaat zo later. Ja. Want ja. Surfen en surfen, snappen. Ja, ja. Ik heb... Dat is wel zo. Had jij hem, Ben? Ja, ja, niet rap, maar toch. Ja. Ja. En je hebt ook lang in de Amazone gezeten, toch? 6 weken. Ja. Dus lang weg geweest, eigenlijk het nieuws niet meer gevolgd in die periode. Ja. Ik heb geprobeerd een beetje terug in te halen. Hier en daar ook wel eens wat rondgevraagd aan vrienden van wat is er eigenlijk gebeurd in die 6 weken. Ja, pedofielen en toestanden en wat. Ik dacht alleen bon. Business as usual. Ja, ik dacht, ik moet allee, 3 dingen moet onthouden. Pedofilie als antwoord, de regering, alleen nogal geen regering. Nee. En dan was er nog iets, maar ik weet niet meer. Je weet het niet meer, nee. Nee. Ja. Wat denk je van de tegenstanders, Rob? Jij bent 6 weken weg geweest. Wie zijn die eigenlijk? Nee, ik ben, ik weet het niet. Het zal een zware strijd worden, denk ik. Rob, ik wens je hoe dan ook veel succes. Dank u, Erik. Dank u. Dank u echt. Echt waar. Dankjewel. Alsjeblieft. Nee, dankjewel. Ja, je moet dat niet zeggen eigenlijk. Nee, dat is waar. Nee, dat is waar. En toch zeg je van veel succes, Rob. Ja. Dat vind ik heel tof. Maar ik zal het nog eens zeggen. Oh, dan zeg ik het nog eens. Ja. Veel succes, Rob. Dankjewel, Erik. Ja. Verwacht jij van Rob? Veel. Ja? Ja. En ook goede antwoorden. Ja. 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 Ken je hem goed? Ik ken Rob redelijk goed, ja. Ja, ja. Zeer goed zelfs. Ja, ja, we kennen elkaar vrij goed. Wij werken ook samen af en toe. Ja, we werken ook af en toe samen. Ja. Ah, ja. Ja. Ja, ja. Ja, nee, zwaar, Ben. Dat is waar, ja. Nee, nee, zwaar. Maar nooit een relatie gehad? Dat weet ik niet meer. Dagi, waarom heb jij Frank meegebracht? Ja, waarom eigenlijk? Wel, omdat hij een toffe mens is en een geweldig acteur ook. Maar ik heb toch getwijfeld, want hij is het soort acteur dat meteen iedereen begint te knuffelen en te kussen en zo. Dus hij heeft moeten beloven, Frank. Je hebt moeten beloven. Ik heb het beloofd. Ja, ja. Ik heb het beloofd. Maar belofte maakt schuld. En ik zie je graag. Ja, dat is waar. Ja, is waar? Ja, absoluut. Ja. In deze mooie voorbereiding voor de kerst. Hè. Ja. Het kan niet genoeg gezegd worden. Laat mijn broek los. Ja, sorry. Laat mijn broek los. We beginnen bij jou. Ben je klaar? Kunnen we even 5 minuutjes? Nee. Nee. Nee, we gaan beginnen. Oké. Het is een opwarmertje. Zoek het vooral niet te ver. Wat is de naam van het vliegtuig waarmee de Amerikaanse vicepresident altijd rondvliegt? Air Force One. Vicepresident. Ah, vice. Vice. Ja, ja. Air Force Two. Air Force Two. Ja. 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 Ja, de vicepresident natuurlijk. Ja. Ja, ja, zo is het gemakkelijk. Ja. Bono, Freddy Di Bono. Fred Di Bono. Fred Di Bono, inderdaad, van die pop-punkgroep. Silverine. Silverine, zeer goed. Ja, Go Fred Your Di Own Bono. Way. Ja, ja, Ben. Ik was er van Bono. Hele biografie. We weten dat je het weet, Ben. Scout en Mac, moderne namen, ben je ervoor, moderne namen? Absoluut, hoe specialer, hoe liever. Echt waar? Ja. Helemaal niet. Nee, nee. Nee, nee. Hoe heet jouw zoon? Gewoon Lex. Lex, ja, ja, ja. En jouw kinderen, Rob? Wel, Dries en Emma. Ah, ja. Nu, ja, Dries is eigenlijk afkomstig uit de Griekse mythologie. Ja. En dus Dries gaat terug naar... Ik kan dat ook, Ben. Ja. Maar ik doe dat niet. Ik doe dat niet, maar dat is ambetant voor de jury, dat is ambetant voor de mensen in het publiek, dat is ambetant voor de kijkers thuis. Vooruit met de geit, de volgende vraag nu voor mij. Ja. Nog even wachten. Jury, wat vinden jullie van die speciale namen? Zo? Oh, ik vind dat belachelijk. Ik heb gisteren nog tegen mijn jongste zoon gezegd, tegen onze Spacecake. ik zeg, George Clooney heeft ook een zoon met een belachelijke voornaam. Ik snap de, heet hij niet. Ik snap de Clooney. Zeg, mannetjes. Ik ga toen naar VTM. Hoeveel zaadcellen per milliliter moet je produceren om niet aan oligozoospermie te lijden? Wie er het dichtstbij is, wint. Een miljoen. Wat gebeurt naar Rob? Hoger of lager? per hoeveel? Per milliliter. Hoeveel zaadcellen? Ja. Nee.
Nee, een miljoen. Anderhalf miljoen? Anderhalf miljoen. Wat gebeurt naar Bent? 760.000. Nee, het zijn er 20 miljoen. Oh, wow. 20 miljoen. Ja. Jij bent er dichterbij, inderdaad. Ja. 20 miljoen zaadcellen per milliliter moet je hebben om niet aan die... Enfin, niet te weinig. Anders heb je te weinig zaadcellen. Guy, heb jij een idee hoeveel zaadcellen dat jij nog hebt? Ik denk dat ik... Vandaag ben ik platzak, denk ik. Maar vroeger telde ik niet een zaadcel, hè? Dat was in liter. Toch goed dat het geen doelvraag was. Ja. Rob, we zijn bij jou. Over welke bekende professor sprak Peter Goossens toen hij in een hoffelijke bui zei hij kan niet op zijn poten staan omdat hij zo door vet en door zopen is? Ja, Herwig van Hoven. Ja, inderdaad. Weet je ook waarom hij dat zei? Nee, maar dat is niet aan de orde nu. Volgende vraag. Nee, hij was boos op Herwig van Hoven omdat hij gezegd had dat zijn restaurant te duur was, het Hof van Kleven. Hè? Goed Rob, ook vraag 9 is voor jou voor 10 seconden. Nee, 15. Nee, 10 seconden. Nee, voor 10 doe ik het niet. Nee, sorry. Sorry, zei ik, maar dat is niet weg. Ja, van de zenuwen. Ja, zeg maar. Vraag 14. Begin september, toen Elio Di Rupo al 2 keer naar de koning was geweest, werden 2 nieuwe bemiddelaars aangesteld. Ze werden het olijke duo genoemd. De ene olijkert was André Flaot. Wie was de andere? Komt niet, Rob? Ja, wel. Wel niet. Bent. Dat is al heel lang geleden. Nee, niet zo lang geleden. Nee. Dat lijkt al heel lang geleden. Ja, nee, dat bedoel ik. Ja, ja. Ja. Nee, sorry. Nee, Ben. De Dekker, Armand de Dekker. Nee, nee, Danny Pieters. Het is juist van de Volksunie vroeger, het is waar. Och, ja, Armand de Dekker. Danny Pieters. Ja, natuurlijk Danny Pieters. Ja. Het is juist Danny Pieters. Ja. Het is ook een soort staar eigenlijk. Hè? Dat zochten we nog. Het waren allemaal oogproblemen en inderdaad, cataract of staar. Roland Lomé zei dat ook altijd, hè? Die had dat ook. Staar. Staar. Hebben jullie bij de Jezuïeten gezet? Oh. Tien. Frank, zo'n ruimtereis, zou dat iets voor jou zijn? Oh ja. Ja, ja. Maar ik stel u voor dat dat onze capsule is, hè. En G heeft zo'n glazen bol op, dat is een astronaut. En die telt af bijvoorbeeld. En dat is een capsule. En ik maak me los van de wetten van de zwaartekracht. Dus dan begin ik te zweven in mijn cabine zo. Zie je dat? Je moet mij omhoog trekken. Hè. Zo, zie je dat? Voilà. Zie je dat? Okay. Voilà. 10. En dan stijgen we. 8, 7, 6, 5. Pas op voor het baksken. Fijn, hè? Dat is echt. En mensen geven daar veel geld voor, hoor. Ja. Ja. Dat gaat heel simpel. Mijn sari Marijs is zo ver van mijn hart, ik hoop haar nog weer te zien. Oh, breng mij terug naar die oud Transvaal, daar waar mijn sari woont. Daar onderin die weg, bij die groene doringboom, daar woont mijn sari Marijs. Hoort mijn sari Marijs, daar woont mijn sari. Wat weet je over de uittocht van de Israëlieten uit Egypte? Stop. Dat is snel stop gezegd erop. Ja, ze waren weg. Ja. Nee, dat is iets dat mij totaal ontgaan is. Was dat deze week in het journaal?